Dan zeg ik welkom bij deze webklas. Goed dat je hiervoor hebt aangemeld. Mijn naam is Harm van Rijk en vandaag laat ik je dus zien hoe je geld kan verdienen op 52 verschillende manieren, uitgelegd door 52 verschillende experts. En allereerst nog eventjes een disclaimer. Het is een louter educatieve presentatie. De analyse zijn bedoeld als achtergrondinformatie en geen beleggingsadvies en aanbeveling tot het doen van transacties. We aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheid, onjuistheid. En het is bedoeld voor particuliere beleggers en de algemene voorwaarden en disclaimer die zijn van toepassing. Dus dat gezegd hebben, dan gaan we nu over naar het leuke deel van de vanavond. De introductie van de spreker van vanavond, dat is Robout Kersens. Robout is directeur van Keyword Information Systems BV, een van de langst lopende BV's op het gebied van de software, dus dat we net hebben gehoord. En bekend van het boek De Praktijkgids Indicatoren. Hij is in de hoedanigheid onder meer betrokken bij de ontwikkeling van het beurssoftwarepakket Wall Street Professional, waar ik zelf in ieder geval ook al 20 jaar of al meer gebruik van maak, met heel veel plezier. En de expertise van Robout ligt vooral op het gebied van actief beleggen met technische en kwantitatieve analyse, zonder een hardcore quant te zijn. En ook kennis op het gebied van passief beleggen en fundamentele analyse zijn voor hem belangrijk voor het volledige plaatje. Dus dat gezegd hebben, dan zou ik zeggen, Robout, ik ga stoppen met delen. En dan kun jij jouw scherm weer delen als je wil. Ja. En dan mag jij het wat mij betreft vanaf hier overnemen. Ja. Ik denk, welkom alle deelnemers. Ik denk dat ik met de deelnemers hoop gemeen heb vanavond. Wat we allemaal een beetje met onze handen in het haar zitten, wat betreft de beurzen op dit moment. En ja, we zien van allerlei bewegingen op de beurs, maar de meeste bewegingen zijn vooral op laag. Dus ik denk dat ik met de gemiddelde particuliere belegger wel een hoop gemeen heb wat betreft mijn eigen beleggingen. En daar is ook een beetje de titel uit geboren van de vluchtheuvels in de perfecte storm. Want perfecte storm, dat klinkt natuurlijk een beetje meer dramatisch op de beurs op dit moment. Maar het heeft er natuurlijk het heeft er wel iets van weg. Omdat natuurlijk eigenlijk, als je op de keper beschouwt, zijn er op dit moment heel weinig vermogenstitels die stijgen. Eigenlijk gaat alles naar beneden. En dat ook nog, en dan zeggen ze wel eens cash is king. Maar met cash is king, wat is de inflatie op dit moment? Dat zal rond de 7,1. 15%. Ook cash voelt natuurlijk niet echt heel fijn. Maar al het andere gaat ook omlaag. En dan dacht ik, nou, dan ga ik eens eventjes. Ik had ook al een columnpje geschreven op beleggen.com over verschillende vermogenstitels. Maar ik wil ze gewoon even met u doornemen: aandelen, obligaties, onroerend goed, goud enzovoort. En de samenhang daartussen en de rentestand. Daarnaast ik kan natuurlijk mijn eigen oorsprong ook niet verloochenen. Ik toch iets op technische analyse natuurlijk wat draaipunten laten zien. Van nou, waar zit er dan nog in die dalende markt hoopgevende draaipunten? En nog iets verder vooruitkijken van welke indices en vermogenstitels. Zit er misschien een draaipunt aan te komen, maar dan laat ik eerst maar eventjes beginnen om het lijstje door te nemen. En dan ga ik weer eventjes naar naar de PowerPoint-presentatie. Ik hoop dat iedereen die kan zien nu. Ja, het is volledig in beeld. Ja, het is volledig in beeld. Oké, nou, het heet Vluchtheuvels in de perfecte storm. En eigenlijk die zielige schildpad, dat is dan eigenlijk de particuliere belegger. Die probeert nog ergens op het droge te klauteren. Maar waar? Ja, nou gaan we zo eens even kijken. We zullen de verschillende vermogenstitels even doornemen. Alleen, waarom? Nou wil ik eventjes. Oh ja. De stand van zaken. Over de verschillende vermogenstitels. Ik heb daar ook wat geschreven over op beleggers.com. En hierin, dit gaat dan niet zozeer direct over technische analyse, maar over mijn eigen boezonjes ook in beleggersland. Want het grootste gedeelte van mijn portefeuille is ook gewoon gespreid over verschillende vermogenstitels van gespreide portefeuille.
daaromheen, de gespreide portefeuille, heb ik nog 10%, waar dus in ja, een portefeuille waar ik dus actievere strategieën doe. Maar dat is het grootste gedeelte van mijn portefeuille is gewoon gespreide portefeuille. En daaromheen, daar draai je nog allerlei actieve strategieën, technische analyse, eventueel soms optiestrategieën. Maar dat is 10% van het vermogen. Misschien komen we er later als tijd, daar kunnen we nog even over praten. Maar actief beleggen, daar ben ik zeker niet vies van. En dat is natuurlijk ook mijn hele carrière tot nu toe met systeembouwen en indicatoren. Dat draait natuurlijk om actief beleggen. Maar om 100% van je vermogen actief te gaan beleggen met technische indicatoren en timing, is dus voor je pensioen is dat niet zo'n goed idee. Dus ik vind het ook belangrijk om een gedeelte goed gespreid te hebben. Alleen ja, in de huidige markt, ja, een goed gespreide portefeuille is natuurlijk, zoals de Engels dat zo mooi werd te zeggen, is een tall order. Moeilijk voor elkaar te krijgen. Dan gaan we even naar de aandelen. En dan kijken we even op momentumbasis op dit moment. Welke welke assetcategorieën in aandelen, welke sectoren zijn er eigenlijk interessant? En als je dan kijkt naar momentum, dan kijk ik niet naar momentum over dagen of weken, maar dan kijk ik even op maandbasis. Welke sectoren zijn op dit moment top? Nou, dat is oil en gas, dat zal je niet verbazen natuurlijk. Als u naar uw gasrekening kijkt, dan... Zeker LNG, die is natuurlijk omhoog geschoten, hoewel die nu weer wat omlaag gaat. Maar als we nu kijken naar de sectorindices voor olie en gas, die zijn op dit moment, hebben die het hoogste momentum, dus echt stijgende, zeg maar even. Wat zijn de slechtste sectoren op dit moment in te zitten? Dat zijn real estate, dat is dus vastgoed. En technologie, nou ja, dat zal ook niet verbazen, ASML, Facebook, noem maar op. Dat is natuurlijk allemaal, dat gaat allemaal door het putje op dit moment. Als je dus zeg maar even een actieve strategie hebt op timen, dan kom je al vrij snel in olie en gas terecht als sector. Dus dan even over aandelen en ook de AIX. Op dit moment zit het nog niet in een stijgende, zit nog niet echt in een stijgende trend, maar we komen over individuele indices nog even later nog te spreken. Dan komen we terecht op obligaties. Ik denk dat een heleboel, als we kijken, ook is natuurlijk veel te doen over pensioenfondsen op dit moment. Paradoxaal genoeg maken de pensioenfondsen, waar ik op dit moment ook verlies, terwijl ze toch wat betreft dekkingsgraad er beter voor staan. Dat heeft alles te maken met de regelgeving. En omdat de rente nu veel hoger staat, mogen ze meer uitkeren. Omdat de dekkingsgraad puur, dat is eigenlijk fictief of virtueel, nu beter voorstaat. Maar in werkelijkheid gaat natuurlijk ook hun aandelenportefeuille en hun obligatieportefeuille gaat aanzienlijk achteruit. En ook een heleboel mensen die beleggen voor een pensioen, die hebben vaak een gespreide aandelenportefeuille over aandelen en obligaties. Een bepaalde verhouding, vaak 50-50 bijvoorbeeld. Of als u het uitbesteed heeft aan een vermogensbeheerder, dan zal die ongetwijfeld ook een groot gedeelte obligaties hebben en aandelen. Maar bij een stijgende rente, en dat is waar we nu dus mee te maken hebben, een sterk stijgende rente, dan dalen de koersen obligaties. Nou is het goed nieuws met obligaties natuurlijk, is dat de hoofdsom, dat die altijd uitgekeerd worden, tenminste als je een goede debiteur hebt, bijvoorbeeld de Nederlandse staat bijvoorbeeld, die zal altijd de hoofdsom uitkeren. Alleen tussentijds ga je dus wel degelijk teer je in op je portefeuillewaarde. Omdat bij een stijgende rente de koersen van de obligatie dalen. Als je dus nu de aandelen dalen op dit moment en de obligaties die dalen. En dan krijg je dus dat een heleboel portefeuilles, dus, maar ook dus van professionele pensioenfondsen. Ook gespreide portefeuilles die dalen dus. Dat komt eigenlijk maar zelden voor hoor, dat zowel in een jaar dat zowel de aandelen als de obligaties dalen,
Ik had er laatst een column over gelezen, maar ik dacht dat het deze eeuw maar een 4 jaar voorgekomen is, dat zowel flinke daling van aandelen en obligaties. En dan gaat het natuurlijk om veel flinke happen, hè? Aandelen min 20%, ook obligaties, 10 jaar staatsobligaties, is zomaar 20% gedaald op dit moment. En de hoofdsom, de groei bij obligaties is natuurlijk altijd zo, de hoofdsom krijg je terug. Hè? Dus als je ooit een obligatie hebt gekocht voor 1000 euro nominaal, dan krijg je ook uiteindelijk, na 10 jaar, krijg je 1000 euro terug. Alleen ja, met inflatie natuurlijk is die 1000 euro misschien helemaal niet zoveel waard. Maar tussentijds heb je natuurlijk ook rente gekregen. Alhoewel de laatste jaren natuurlijk met die negatieve rente was het natuurlijk ook bij obligaties geen vetpot de obligaties die uitgegeven zijn. Hoewel er nu de staatsobligaties uitgegeven worden voor 2,5% ook Nederlandse staatsobligaties. Maar goed, ja, je zit dus met een dalende portefeuille. Dan hebben natuurlijk een hoop mensen, sommige mensen, die hebben natuurlijk ook in hun portefeuille goud zitten, gewoon fysiek goud. Dan in wel in de beleggingsfonds natuurlijk. En in zo'n gespreide portefeuille met goud, kan goud de zaak nog redden? In de euro's stijgt die iets en dat komt voornamelijk door de zwakke dollar, of de sterke dollar bedoel ik, de zwakke euro. Dus gerekend in euro's stijgt goud iets, maar in dollars daalt het. Dus een Amerikaanse belegger met een beleggingsfonds in dollars, goudbeleggingsfonds in dollars die daalt, maar in euro's, beleggingsfonds in euro's, die stijgt iets, niet heel veel. Maar dat komt dus vooral door de zwakke euro. Natuurlijk heel veel te doen om natuurlijk ook te diversificeren je portefeuille met crypto's. De bekendste crypto is natuurlijk de Bitcoin. En daar moet ik even zeggen, ik ben geen fan van crypto's. Dus ik zie daar helemaal niks in. Bitcoin heeft natuurlijk ook 70.000 gestaan. Er staat nu iets van al de hele tijd rond de 20.000 stabiel. Ik ben er geen fan van. En ik weet niet wat het is. Ik weet niet hoe je de intrinsieke waarde van crypto's kan berekenen. Het enige dat goud en crypto's met elkaar gemeen hebben, is dat ze geen cashflow hebben, want er wordt geen rente uitgekeerd. Het kost alleen maar geld. Ook goud kost natuurlijk geld om te bewaren en te verzekeren. Gemiddeld bijvoorbeeld een beleggingsfonds in goud, dat ook daadwerkelijk goud fysiek in zijn kluis heeft. Die heeft toch een kost al snel per jaar 0,5%, 0,3 tot 0,5% zo'n beleggingsfonds. Ja, en crypto's is natuurlijk, zijn eigenlijk ook geen goede. Ik zou in, tenminste op de Euronext ken ik geen beleggingsfonds wat in crypto's handelt. Misschien als ze in Amerika er wel zijn. Als je natuurlijk zelf crypto's in bewaring hebt, dan ben je natuurlijk ook. Dat is natuurlijk geen fijn bezit om te hebben. Want die crypto wallets, zoals dat dan heet, die portefeuilles waar crypto's in zitten. Of die waar Bitcoin in zit, ja, die worden dus vaak zijn de doelwit van hackers natuurlijk. En voor een hacker is niks fijner dan een crypto wallet te hacken en er met de Bitcoins virtueel vandoor te gaan. Want het is straffeloos. Er is geen enkele sheriff in cryptoland die achter de boeven aangaat, omdat In die hele crypto-markt, dat is gewoon eigenlijk cowboys zijn dan natuurlijk de recht van de sterkste. En ik hou daar absoluut niet van. Er is totaal niets gereguleerd. En momenteel blijft het ook nog stabiel, zeker die Bitcoin rond de 20.000 hangen. Dus ik wil er verder ook niet veel bij stilstaan. Crypto als serieuze asset, waarmee je dus zeg maar even meer dan 2% in je portefeuille hebt of zo. Ja, dat zou ik zeker niet doen. Ik kan niet voor anderen beslissen natuurlijk. Er zijn een hoop mensen zijn die zeggen, ja, dat is de toekomst. En het is het virtuele goud. Zou wellicht, maar ik zie het nog niet. Ik zie alleen maar risico's. Het is ook hartstikke leuk om crypto's te hebben, denk ik. En zeker als je daar leuk geld mee kan verdienen. Maar doe het voor een heel klein percentage. Je moet het eigenlijk zien als gokker, zeg maar even. Het is gokker.
Het is gokken. Het heeft met beleggen in mijn ogen niks te maken. Goed, onroerend goed. Vastgoed. Nou, voor vastgoed geldt natuurlijk eigenlijk min of meer hetzelfde als obligaties. Niet helemaal, maar in ieder geval sterk stijgende rente is slecht voor onroerend goed. Zowel commercieel onroerend goed, winkels en kantoren, die worden minder waard natuurlijk. Want en dat geldt natuurlijk ook de huizenmarkt natuurlijk. De huizenmarkt is natuurlijk ook niet voor particulier verhuurde woningen. Ja, die gaan, dat is ook een zorgelijke toekomst natuurlijk. Huizenprijzen op dit moment, die hebben een hoogtepunt bereikt. Dus die gaan op dit moment zijn dalende. Ook als individuele particuliere verhuurder van appartementen en zo. Er komt natuurlijk wel een bak overheidsvermoeienis aan met verplicht isoleren. Huurbescherming wordt versterkt. Hè, als je dus een slecht geïsoleerde appartement verhuurt aan iemand, dan krijgt die huurder steeds meer te zeggen. Of die krijgt steeds meer rechten om die verhuurder aan te spreken. Op korte termijn de appartement beter te isoleren, hè, zodat ze een gasrekening omlaag gaat. Of om de huur omlaag te krijgen. Lastige tijden. Bovendien, de hoofdzomer, het appartement zelf, die zijn ook natuurlijk worden op dit moment minder waard. Met de stijgende rente heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de huizenmarkt. En zeker ook op een commercieel onroerend goed. Dus dat is ook niet de vluchtheuvel waar we eigenlijk zo naar op zoek zijn. Onroerend goed slaat natuurlijk altijd al lastig voor als je naar beleggingsfondsen kijkt. Hè. Nieuwe Steen op de Euronext of Unibuy, Rodamco Unibuy. Dat zijn, zijn zorgkindjes op de beurs al een tijdje. Dan komen we natuurlijk op de laatste onontkoombare vluchtheuvel, cash. Goed nieuws te melden over cash. En dat is dat er geen negatieve rente meer is. Dat was ook het enige goede nieuws. Dus nominaal wordt je, en dat was natuurlijk wel een ergernis van veel particuliere beleggers. En ook voor mij persoonlijk natuurlijk. Dat je nominale bedrag, dat je dus van 1000 euro ieder jaar werd daar natuurlijk 5 euro van afgestoept. Dat voelde natuurlijk niet goed, die negatieve rente. Dat was nu voorbij. Maar er is natuurlijk wel een bak inflatie bijgekomen. Dus nominaal, dat geldt net als met obligaties. Het nominale bedrag blijft natuurlijk intact. Maar bij obligaties heb je dus dat de koersen dalen. En bij cash heb je dus de rente natuurlijk veel lager is op dit moment dan de inflatie. Dat voelt natuurlijk ook niet fijn. Aan de andere kant, aandelen kunnen dus, zoals we gezien hebben, die kunnen dus in korte tijd kunnen 20% dalen. Dat is met cashrekening natuurlijk niet. De nominaal blijft 1000 euro, dat blijft nu 1000 euro. Je krijgt als je geluk hebt 1 of 2 procentjes per jaar. Maar door de inflatie wordt dat natuurlijk wel, de koopkracht wordt natuurlijk aangetast. Dus ook de best gespreide portefeuille op dit moment, al heb je hem gespreid over aandelen, obligaties, goud en zelfs nog een beetje crypto's, onroerend goed en cash, die daalt toch. En dat is eigenlijk iets wat, de perfecte storm, maar al die verschillende vermogenstitels, die gaan eigenlijk allemaal, die staan er allemaal niet zo goed voor, dus. Waar moet je dan heen? Dat kan ik niet mooier maken vanavond dan het is. Ook de best gespreide portefeuille, die gaat toch omlaag. En dat doet zeer. En dat komt niet zo
komt eigenlijk niet zo vaak voor. Ook, ja. Goed. Tips. Ja, ik heb wel een aantal. En dan even met aan dank van een aantal andere deelnemers aan beleggen.com. Heb ik een aantal. Die hebben mij op het spoor gebracht van een aantal aardige tips. Vooral op basis van de olie- en gassectoren. En dan bijvoorbeeld, als u nou even kijkt op basis van momentum, welke fondsen doen het op dit moment best aardig? Dat zijn Golar LNG. Dat is een fonds wat doet in transport en opslag van LNG-gas. En die is in de Nasdaq genoteerd. EQT, die doet in pijpleidingen voor gas en olie, heeft die gespecialiseerd. En die wordt genoteerd ook op de New York Stock Exchange. En een pure LNG-speler, LNG-gasspeler, is Cheniere Energy. Ik weet niet of het goed uitspreekt, maar die wordt ook op de New York Stock Exchange op dit moment verhandeld. En, nou, die hebben qua momentum zien er die best goed uit. Ja, ga daar niet je hele pensioenvermogen op dit moment. Want wat vandaag natuurlijk een goed momentum heeft, dat hoeft natuurlijk het komende half jaar niet goed te zijn. Maar goed, ook degene die nog een behoorlijke pluk Koninklijke Shell hebben. Ja, die hebben natuurlijk wel wat door moeten doorstaan. Maar die doet het natuurlijk ook best weer aardig. Doordat olie en gas natuurlijk het handelen en het raffineren daarvan. Dat daar nog best op dit moment goed geld te verdienen is. Dus ja, dat geldt eigenlijk voor alle oliebedrijven. Die hele olie- en gassector die doet natuurlijk goed. Dat is een van de weinigen. En dat komt ook niet zo vaak voor. Dat eigenlijk de enige positieve momentum in één sector zit. Meestal zijn er wel een paar die het nog redelijk doen. Maar het is eigenlijk allemaal, voor de rest is het eigenlijk allemaal... ook waardeaandelen, groeiaandelen, tech-aandelen. Het is eigenlijk allemaal lastig. Dus ja. Dan heb ik nog een... er is natuurlijk heel veel te doen over elektrische auto's momenteel. Batterijen om energie op te slaan. En daar heb je natuurlijk heel veel lithium voor nodig. En een speler op de New York Stock Exchange die veel in... lithium doet en die ook wel aardig aan het stijgen is nu, dat is Albemarle, een fonds die is gespecialiseerd in het delven van lithium, ook nog een aantal andere bijzondere aardmetalen. En doet het op New York Exchange best aardig, dus als je ook iets in lithium wil doen, is dat best wel aardig. Aardig fonds om eens naar te kijken. Zeker voor een klein gedeelte van de portefeuille. Dit stockpicking ook eigenlijk valt binnen, wat mij betreft, binnen de 10% van die variabele portefeuille. Die passieve portefeuille heen draait. En, maar ja, dit zijn de dingen die ik zo eventjes op het spoor kwam. Golar, EQT, Cheniere Energy en Albemarle. Nee, dat laatste is dan vooral in lithium. En dan, ik verloochen niet mijn verleden. Technische analyse. Ik heb het vandaag even vooral over de lange termijn maandkoersen. En dan kijken we natuurlijk als eerste even naar de AEX. Veel van u zal toch... in eerste instantie daar veel kijken naar de Nederlandse Eurodex, de beurs en dan de AEX-index. Wat zien we hier? Ik heb hier met twee indicatoren werk ik hier. Dat is de relatieve sterke index, die laten zien. En de grafiek is trouwens op maandbasis. Iedere bar in de grafiek is een maand. De open of last slot van een maand. De relatief sterke index, die geeft dus aan waar is de AX overbought, hè? Dus te veel gekocht, hè? Overbought. En waar is de markt oversold? En overbought staan we dan boven de 70% en oversold ook beneden de 30%.
Dat zijn dus die twee grijze lijnen. De bovenste lijn is overbought, de middelste indicator. De onderste lijn is oversold. Even die rode pijlen in de grafiek, dat zijn de overbought momenten. Dat zijn dus eigenlijk een soort, in de maandgrafiek zijn dat dus verkooppunten. En we zien ook waar die RSI, kijkt u even mee, waar die RSI dus boven die bovenste grijze lijn komt, die RSI. Daar zien we dus een aantal verkooptoppen, zeg maar even, overbought toppen in de AEX. En dat was dus in 2007, die rode pijl naar beneden. Dat was in 2015, hebben we dus een top gehad. En we hebben een top in de RSI. Hè. We hebben tussentijds waren nog allerlei andere typen. Maar gewoon kijkend naar de RSI op maandbasis, de RSI 14 op maandbasis, was de laatste top. Die was in 2021. En dat was ook een top. Zijn dat feilloze verkooppunten? Zijn dat ideale verkooppunten? Nee. Want voor hetzelfde geld had die vorig jaar nog 900 doorgestegen. En het heeft ook wel een beetje hoog achteraf gelijk hebben gehalte. Maar het, als die RSI op maandbasis boven de 70% komt, de 70 lijn, dan is dat altijd toch wel iets om even naar te kijken. En dat geldt zeker ook voor de dalen. Wat zijn nou mooie aankoopmomenten in die RSI? Dat zijn dus waar die RSI op maandbasis, heb ik het over, niet op weekbasis, niet op dagbasis, niet op uurbasis, maar op maandbasis. En iedere softwarepakket kan dat. Ons softwarepakket van Keyword, Wall Street Professional kan dat. Maar ook TradingView kun je dit soort grafieken gewoon maken. Daaronder heb ik een andere indicator waar ik een fan van ben. Maar die geeft alleen maar aankoopsignalen. Dus dat, en dat is de Koppok curve. Die kun je ook zowel in Wall Street zetten, maar zit ook in TradingView. En die Koppok curve die geeft... Al op het moment dat die rode lijn van de koppelcurve onder de nullijn komt en hij gaat weer stijgen, dus hij gaat van dalend naar stijgend, dus hij vormt als het ware een dalletje. Het gaat over de rode lijn, hè? De groene lijn, best interessant, maar we hebben het nu even over die rode lijn in de koppelcurve. Als die een dalletje vormt onder de nullijn, dan is dat een aankoopsignaal. Op het moment dus dat die van dalen naar stijgend gaat, dan is dat aankoopsignaal. En die pijlen van die koppelcurve, dus die aankoopsignaal, de groene aankoopsignalen, die heb ik in de AX-grafiek zelf gezet. Trouwens, het is het koersgrafiek, hè? Dus niet de herbeleggingsindex van de AX, maar het is puur de koersgrafiek, dus de actuele koersen, zoals die ook dus op de koersborden terechtkomt. We zien dus bij elke groene pijl op die AX is dus een aankoopsignaal wat gegeven is door die koppelcurve in de maandgrafiek. En je ziet telkens, hij pakt toch wel een aantal interessante dalletjes mee. En ja, het zou momenten kunnen zijn waarop je dus bij gaat kopen op die groene pijlen. Niet met de bedoeling om de markt slim af te zijn, te timen, maar als je zegt, nou waar heb ik een mooi moment, ik heb nog wat cash op mijn rekening staan, ik kan nog een gedeelte, ik heb nog wat ruimte om van cash naar aandelen te gaan, dan zouden die groene pijltjes, dat zouden mooie aankoopmomenten zijn. Maar het is ook een beetje onbevredigend dat de kop ook geen verkoopsignalen geeft, want je zou natuurlijk de toppen, die rode toppen boven de nullijn, dat zouden dan verkoopmomenten zijn, alleen helaas werken die verkoopmomenten van de kop ook veel minder goed. Ja, die zijn ook, de oorspronkelijke kop ook, gaf ook alleen maar koopsignalen hoor. Maar je kan het natuurlijk net zo goed symmetrisch omdraaien en zeggen, nou, dan kan ik ook de verkoopsignalen. Maar die werken gewoon, die geven gewoon minder betrouwbare signalen. Helaas. Maar, en ik zelf zou dan kijken van, nou, als ik dan toch... En had ik dus toch op dat moment zou moeten kiezen van waar ga ik van aandelen naar cash toe? Waar zou ik dan winst kunnen nemen? Dan zou ik dat met die rode pijlen. En die rode pijlen worden dan bepaald door de overbod van de RSI over 14 maanden. Die combinatie,
Ja, nogmaals, ik ben geen, in een gespreide portefeuille ben ik geen fan van timing. Maar als je dus gaat elk jaar een beetje gaat herbalanceren je portefeuille en zegt, nou, ik wil wat, zeg maar even, ik wil een over. Ik wil bepaalde sectoren of bepaalde indexen wil ik wat meer van hebben dan andere. Dan zou dat, ja, zou deze twee indicatoren zou daar een leidraad voor kunnen zijn om bij te kopen of te verkopen. Nogmaals, het is geen holy grail. Maar ik kijk zelf persoonlijk vaak naar die koppelcurve. En dan vooral of het. En Wall Street heeft dan allemaal weer. Onze software die heeft natuurlijk allerlei functies om dus over de hele markt. Dan te zoeken naar aankooppunten. In al die grafieken. Dan kun je een centje krijgen. Alleen je ziet ook dat er een heleboel jaren voorbij kunnen gaan. Zonder dat er een aankoopsignaal is. Koppelcurve geeft niet al te veel aankoopsignalen. Omdat ook wel weer een voordeel is. Maar we gaan terug naar de actualiteit. We zien dus op dit moment dat die rode lijn van die koppelcurve, dat die weliswaar onder de nullijn is gezakt. Dus als die het dalletje nu zou gaan vormen, als die dus weer omhoog zou krullen, maar daar hebben we nog wel een aantal maanden voor nodig, stel dat die dat zou doen, dan zou er dus een groen pijltje kunnen ontstaan. Maar in de AEX-indicator is dat niet het geval. En eigenlijk is dat in geen enkele... De enige, geen enkele wereldindex op dit moment zit op dit moment heel dichtbij een koppelsignaal. De enige is de Nikkei-index. Die heeft pas geleden een aankoopsignaal gegeven in oktober. We zien dat hij daarvoor ook nog in april tweede of... dat is mei 2020, heeft hij ook nog een aankoopsignaal gegeven. Maar we zien ook dat hij vrij vlak verloopt. Dus ja. Heeft dat signaal van de Nikkei nou veel waarde op dit moment? We zien ook dat die RSI, die staat nog helemaal in het midden. Hè? Er is nog geen lage RSI-waarde. De mooiste signalen natuurlijk van die kophok. En dan ga ik even terug naar de AX. Bijvoorbeeld een heel mooi signaal is dat wanneer de RSI ook laag staat. In ieder geval dat hij een beetje in de buurt van die 70% overbod komt. In 2009, toen was hij echt dik onder de 30, zeg maar even. Dus die RSI, dus dat was echt wel een mooi gecombineerd aankoopsignaal. Zowel de koppok als de RSI overbod onder de 30. Maar als we kijken naar 2015... we kijken even naar 2016. We gaven wel koppelsignaal, maar ja, dan was het RSI nog niet heel laag. Dat is ook nog in het midden. Nu staat hij ook nog rond de 30, zeg maar even. Dus als die twee elkaar bevestigen en een lage RSI, maandbasis 14 maanden, en een koppelcurve signaal. Die combinatie komt natuurlijk niet heel veel voor. Maar goed, alleen als je dus zegt van ik wil switchen van cash naar aandelen, dan is het aankoopsignaal van die koppok is al op zich al hoopgevend. Kijk maar naar de AEX. Je zou dus hebben bijgekocht in 2012. Nou, dat is helemaal een slecht moment. Groene pijltjes vervolgens in 2016. Groene pijltjes in 2019. En een groen pijltje in eind 2020. Dus ook niet echt om bij te kopen, zeg maar. Ik heb hem even losgelaten op een lijstje van wereldindices en grondstoffen. En de enige twee signalen die ik op dit moment op koppokken eruit kreeg, was op zilver en de Nikkei-index. De beursindex, de leidende beursindex van de Japanse beurs, van de Aziatische beurs. Maar zilver geeft ook een aankoopsignaal. Maar ook met dat zilver zie je weer dat de RSI staat nog in het midden, zeg maar even. Dus hij wordt niet bevestigd tot een hele lage RSI maand op maandbasis.
Maar goed, als je zegt, nou, ik wil toch zilver, mijn positie in zilver wat uitbreiden, dan zou het signaal nu, dan zou je iets mee kunnen. Op basis van de Kopok-indicator. Dat geldt ook voor de dikkei. Dan heb ik ook eventjes die Kopok-indicator over de hele AX-index losgelaten, op alle aandelen die erin zitten. En ik kreeg een signaal, fundamenteel moeten we even laten voor wat het is, TKW, want er zijn de meningen over verdeeld. Maar hij geeft best een aardig Kopok-signaal. En we zien ook dat die bevestigd wordt door de lage RSI onder de 60, onder de onderste grijze lijn, onder de 70, onder de RSI-signaal. Dus ja, TKW zou op lange termijn, want het zijn lange termijn signalen, het is niet iets dat je even snel erin eruit, na een paar weken weer winst neemt. Dit zijn signalen die toch wel die maanden, zo niet jaren kunnen voor de wat draaipunten voor de lange termijn, zeg maar even. Daar hebben we het nu over. Ja. Maar goed, TKW, voor mij verrassend, want ik niet zo, was al de hele tijd niet meer zo naar TKW gekeken. Maar ja, hij heeft zowel op de RSI maandbasis als op de Kopok indicator geeft hij een draaipunt weer. Dan Prozis, die had er al een gegeven in bij juni gaf die er een. Toen is die even weer teruggevallen, maar nu heeft hij weer een koppelsignaal gegeven. RSI is ook vrij laag, die zit niet onder de 70, maar, of niet onder de 30. Ik zei net 70, maar ik bedoel de 30 overbod. Laat er niet de verwarring raken, mensen. Dus een lage RSI overbod is onder de 30. Maar goed, die geeft dus ook Prozis. Geeft ook een. Zou een mooi draaipunt kunnen zijn van een AX-fonds. Andere is Randstad. We zien dat die ook in. Een signaal van een paar jaar geleden heeft hij ook al een Kopok-signaal gegeven. En hij geeft nu dus weer een signaal in november. De RSI staat nog niet heel laag, staat rond de 50. Maar het Kopok-signaal, dan wordt dus in die rode lijn wordt een bodem gevormd onder de 0. Ja. Dus Randstad ook, wellicht een draaipunt. Dan heb ik nog even naar de Dow Jones gekeken. De Dow Jones is de 30 major aandelen op de Amerikaanse aandelen. En op dit moment geeft Boeing een Kopok aankoopsignaal voor de lange termijn. Boeing is natuurlijk geplaagd door de. In 2018, 2019 werd natuurlijk ernstig geplaagd door de 737 MAX crashes. Waar Airbus natuurlijk van geprofiteerd heeft. Het is natuurlijk een prachtig nieuw vliegtuig, Boeing, de 737 MAX. Het neusje van de zalm op aerodynamisch gebied en de nieuwste motoren. Alleen dat ding is twee keer achter elkaar met de volledige. Volledige omzetting gecrashed. En dat waren natuurlijk nogal ingrijpende gebeurtenissen voor een vliegtuigbouwer. 2020 is natuurlijk hard gezakt. Eigenlijk alles wat met luchtvaart te maken heeft, ging natuurlijk door corona onderuit. Maar we zien nu dat in 2020 diende zich alweer een draaipunt aan. Is die weer gestegen, 150 of 250. Maar nu is die weer onder die 150 gezakt. En toch weer een mooi koppendraaipunt. Een RSI die komt niet onder de 70 of niet onder de 30 geweest, maar staat ook aan de lage kant. Dus wellicht kan interessant zijn. En dan kom ik toch even weer uit bij
Het gouden ei of de assetcategorie die je op dit moment stijgende is, ja, die is er dus niet. Een goed gespreide portefeuille die heeft toch wat ingeteerd. Dus dat is natuurlijk wel teleurstellend, maar ik blijf het credo aanhangen dat een goed gespreide portefeuille toch belangrijk is. En je maakt in ieder geval minder grote klappers naar beneden. Ik bedoel, de gespreide portefeuille over aandelen, obligaties, goud en cash. Die heeft de afgelopen jaren is die misschien 10% naar beneden gegaan. Terwijl natuurlijk een aandelenportefeuille is al 20-30% naar beneden gegaan. Dus ja, de risico's zijn wel beperkter. Maar ja, het blijft een zuur verhaal natuurlijk. Mooier kan ik het niet maken. Ik zou zeggen, blijf spreiden. En market timing. Waar Harm natuurlijk goed in is, blijft belangrijk. Maar ik zeg altijd erbij, market timing en stockpicking. Doe het in een kleiner gedeelte van je portefeuille. Grootste gedeelte van je portefeuille blijven spreiden. En de stockpicking in 10-15% van de totale portefeuille. Dat is natuurlijk ook leuk om mee te spelen. Ook van belegger.com, Menko Zweep, die heeft natuurlijk ook interessante optieportefeuilles. Maar hou die binnen je 15-20% in een variabel deel. En houd de grootste gedeelte van je portefeuille gewoon gespreid over verschillende assetcategorieën. Ja, meer heb ik er niet over te zeggen, Harm, op dit moment. Ik geef het woord weer even aan Harm. En misschien zijn er nog vragen, dus wil ik graag beantwoorden. Ja. Ja, mooi. Nee, zeker interessant. Ik zag wel een paar vragen ook voorbij komen, onder andere over de koppelindicator. Wat is de groene lijn? Volgens mij heeft het te maken, wat ik begreep, Rombout, met de gemiddelde tijd die normaal gesproken nodig is om een verdriet te verwerken, om een overlijden te verwerken. Misschien kan je er iets over zeggen. Er zit een heel mooi verhaal aan die koppelindicator. Dat ooit was er een bisschop en die had geld over voor zijn voor zijn bisdom. En die vroeg aan een economisch, een bisdom, van wat is nou een goed moment om aandelen te kopen? En ik weet niet of het verhaal waar is, maar dat verhaal vind je overal op internet terug, dus het zal best zo zijn. Die econoom was Koppok. En die vroeg toen vervolgens aan die bisschop van wat is nou de periode dat iemand rouwt om een verlies. Om een dode, zeg maar even. Iemand die verloren is. En toen zei die bisschop, nou, de gemiddelde rouwperiode van iemand, dat dacht ik rond 11 maanden of zo. En toen heeft Koppok op die basis, heeft hij dus gezegd, nou, als het dus het 11 maands momentum, hè, dus als dus de daling over 11 maanden, als die op zijn laagst is en weer gaat stijgen. Dus dat is die groene lijn, dat is eigenlijk een momentum indicator. En die heeft die rouwperiode die de bisschop aangaf, die heeft dus een rol gespeeld in de ontwerpen van die koppelindicator. En het is verder een mooi verhaal. Maar de groene lijn is dus wel degelijk momentum. En die rode lijn is van die momentum, heeft hij vervolgens weer een gewogen moving average genomen. En Koppok wordt altijd berekend over maandkoersen. Dus je kan natuurlijk ook loslaten op dag- of weekkoersen. Maar de originele indicator, want het was in die tijd dat die Koppok-indicator werd uitgevonden, waren nog nauwelijks computers, dus ik ben al met een handje berekend, dus dan hadden ze liever maandkoersen natuurlijk. Nou, en dat is. Maar we kijken dus altijd naar die rode lijn, die moet onder de nullijn staan en die moet een dal vormen en dan krijg je dus een aankoopsignaal. Ja. Ja, mooi. En Christy vraagt nog eventjes, wat denk je van waterstof of waterfondsen? Neem maar waterstof in verband met de energie waar je het over had natuurlijk.
Ja, waterstof. Ja, ik ben eigenlijk architect, hè. Dus ja, water, je moet me niet vragen. Dan moet je eigenlijk Ronald Soete hebben, hè. Die geeft daar prachtige webseminars over. Ik weet alleen dat waterstof zat vooral in Hindenburg. En dat is niet goed mee afgelopen. Dus, dat was ook... Laatste grote succes van waterstof was de Hindenburg. Ja, en er zat ook heel veel waterstof trouwens in de Space Shuttle, in die grote tank. En dat is ook een aantal keren is die geëxplodeerd. Dus het was het is een gevaarlijk goedje, hè, de waterstof. Het ontploft nog wel. En Elon Musk, die is ook geen fan van waterstof. Die zegt ook, het kost ook heel veel energie om waterstof te maken uit water. En vervolgens om het weer terug om te zetten in energie. Dan gaat, in het hele proces van waterstof zit ook heel veel verliezen, zeg maar even. En ook op de opslag moet onder hoge druk natuurlijk. Dus het is eigenlijk als drager van energie er zit een hoop nadelen aan waterstof. Aan de andere kant, als je het gaat verbranden natuurlijk waterstof, dan komt er alleen maar er komt gewoon water vrij natuurlijk. Dus geen CO2. Dus waterstof reageert met zuurstof, dus je houdt alleen maar waterdamp over. Dus het is geen koolstofdioxide vrij. Dat heeft de waterstof bij de huidige goeroes heeft dat natuurlijk een goede naam opgeleverd. Maar er zit een hoop nadelen aan waterstof. Als ze dus die windmolens op een gegeven moment kunnen stroom niet meer kwijt kunnen, en dan wordt de stroomprijs zelfs negatief, of dat geldt trouwens ook voor de zonne-energie. En dan zou je dus kunnen zeggen, nou dan gaan we maar uit zeewater gaan we waterstof maken. En dan hebben we een hoop verliezen. Maar ja, die waterstof kunnen we later dan weer gebruiken in bussen of in andere dingen. Space shuttles. Of zelfs in vliegtuigen. Hè? Je in een vliegtuig wil vliegen waar bom vol met waterstof zit, dan is het weer anders. Maar er zit een hoop nadelen aan waterstof. Er zit een hoop verlies in. Dat maar... in die keten van het maken van waterstof. Want waterstof komt in de natuur natuurlijk te weinig voor. Gewoon het waterstofgas. Dus je moet het maken uit de elektrolyse van water. Nou, dat kost energie. En om het vervolgens weer op te slaan, kost energie. En vervolgens... ik ben nog niet overtuigd, moet ik zeggen. Als je nu een pistool op mijn hoofd zet en zegt, wordt waterstof, is dat de oplossing voor onze energietransitie? Nou, ik ben nog niet overtuigd, maar... Nee, ik denk ook aan wat Brandt dus ook altijd gewoon zegt, het is een combinatie. Alleen wat ik gelezen heb, zeg maar. Ja. Ja, maar Ronald Soete, die zegt er altijd... Ik ben ook een fan van Elon Musk, dus Maar binnenkort ga ik ook een blauw busje kopen voor $8 per maand. Dus, Nee, maar Ronald Soete zegt er, het is altijd een combinatie van... dus het is niet dat er één oplossing is die alle problemen op gaat lossen. Je zult het echt moeten zoeken in de combinatie van... Ik zag overigens dat Chris zegt, nee, het gaat over waterfondsen en over het zuiveren van water. Dus dat is een heel ander verhaal, denk ik. En ik denk dat daar ook zeker wel interessante kansen liggen. Ook daar heeft het ook weer te maken met heel veel verlies waarschijnlijk van energie. Ik heb eens een keer ook een proefopstelling gezien in de woestijn, waarbij ze dus zeewater ontzilten en vervolgens gebruikten om groenten te telen daar. Dus eigenlijk kan je op die manier eigenlijk met zonne-energie, met het zuiveren van water, alles is technisch gewoon mogelijk. Alleen er zit ook altijd wel een kostenplaatje aan. Maar zuiveren van water, ik denk dat zeker ook wel iets interessants is. Maar ik denk zelf, gezien de huidige situatie, dat energie en energieaandelen op dit moment in ieder geval toch wel, wat mij betreft, interessant zijn. Dat zie je ook een klein beetje bij natuurlijk gewoon Road to Shell op dit moment. Dus dat in ieder geval... Of jij nog iets aan toe te voegen hebt over waterfondsen, Rombout? Of jij daar heb jij er iets mee met wateraandelen? Nee, helemaal niks. Ik heb er geen verstand van. Ik kom ook geen water. Als ik naar Momentum kijk, dan zie ik dat in mijn commentaar, kom ik daar ook geen interessante koopjes of zo tegen. Nee. Dus nee. Ik zou op de AX zou ik ook niet weten of er daar op de Euronext of er fondsen zijn die.
Ja, je hebt natuurlijk allerlei duurzame fondsen die voor allerlei technieken investeren. Maar ik heb er geen kijk op. Nee, ik weet het niet. Nee. En de wapenindustrie, zegt Gerbert. Is natuurlijk ook nog wel, gezien alles wat er gebeurt in de wereld, natuurlijk ook misschien nog wel een interessante sector. Moet je natuurlijk wel willen, hè? Of je investeert in die sector. Maar goed, het is ook weer aan iedereen. Ik denk dat het trouwens ook een van de redenen is, waarom Boeing heeft natuurlijk ook een... Die doet ook best wel een en ander in wapens, vliegtuigen en militaire toepassingen van luchtvaart. Dus vandaar ook dat die draaipunt daar ook extra aandacht geeft. Maar uit mijn momentum, als ik nou kijk van uit een analyse van momentum van aandelen. Dan kwamen daar kwam, zou je zeggen, van de Raytheon of zo, hè, die dus al die HIMARS raketten maakt enzovoort. Die kwam er niet uit bovendrijven, zeg maar even. Puur technisch, hè, misschien fundamenteel wel, maar ik ben het sprong er niet uit op dit moment. Nee. En ja, Hans zegt, investeren in start-ups. Heb je daar als alternatief, als vluchtheuvel, heb je daar een mening over? Nou ja, kijk, dan moet je dus. Je moet al heel veel eieren in één mandje leggen. Hè? Want van de 20 start-ups na 5 jaar zijn er geloof ik nog maar een paar over, natuurlijk. Dus het is natuurlijk verdomme moeilijk. Ook bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld kijkt naar Warren Buffett, toch een van de meest gerenommeerde beleggers op fundamentele basis. Hij heeft niks met technische analyse overigens. die heeft ook weinig met start-ups, hè? Dus hij wil pas investeren in een bepaald fonds als er dus cijfers zijn en bewezen heeft dat hij dus cashflow kan genereren. En bijvoorbeeld, om er een voorbeeld te noemen, ik heb één ding gemeen met Warren Buffett, is dat we allebei Amazon op een verschrikkelijke manier gemist hebben, zeg maar. We stonden met onze snuffer erbovenop. Toen Amazon begon boeken te verkopen vanuit in Seattle, vanuit een klein magazijntje. Ik las ook die dingen. Ik denk, ja, Amazon was een van die eerste die dus begon met boeken te verkopen via de post, hè, als postorderbedrijf. En daar zijn ze eigenlijk, daar is hij mee begonnen, Jeff Bezos. En ik las toen en ik had erin. Maar ik dacht eigenlijk toen. Ja, maar als je dus gewoon, iedereen heeft een schuur en met een webshop, dan kan iedereen. Dus er zal een moordende concurrentie zijn. Het lijkt me onmogelijk om daar een concurrentievoordeel te halen. En hetzelfde dacht Warren Buffett toen ook, en die heeft het dus ook gemist. Het is best moeilijk. Ook al sta je met je neus bovenop en je begrijpt dat er iets in zit. Maar ik dacht toen, ja. Iedereen met een schuur of een loods en een webshop, die kan een webwinkel beginnen natuurlijk. En alleen wat Jeff Bezos ontzettend goed gedaan heeft, is dat hij dus op de kleintjes gelet heeft. Hij heeft dus geen dure auto's gekocht. Het eerste kantoor wat hij inrichtte voor 20 mensen, toen kocht hij bij een doe-het-zelfzaak, kocht hij deuren als bureaubladen. Want dat was goedkoper dan bureaus te kopen, dat soort dingen. Ja, je moet dus echt op de kleintjes letten en overal slakken zout opleggen en ontzettende kruidenier zijn. Een buitencategorie kruidenier. Hè? En zo heeft hij zijn vermogen vergaard. Ja, ongelooflijk eigenlijk. Maar gewoon door alles goed te doen en gewoon kruidenieren, die overal op bezuinigen. En natuurlijk zorgen dat die webshop goed, dat die perfect draait. Zorgen dat de uitlevering goed gaat. En natuurlijk het uitknijpen van US Post. Want Jeff Bezos, waardoor is die groot geworden, is door het uitknijpen van US Post. Het was natuurlijk een overheids... Want natuurlijk 70% van de pakketten die door US Post in de jaren 90, de vorige eeuw, bezorgd werden, daar werd verlies op gedraaid. Dus, ze waren verplicht om al zijn pakketten toch te bezorgen. Ook in de kleinste gehuchten in Texas of in Omaha of waar ook ter wereld. Of waar ook in Amerika.
En hij kon dat dus tegen hele lage kosten, kon hij die dingen verzenden. Gold het voor andere bedrijven ook, maar hij heeft er extra ontzettend, hoe heet dat, die US Post heeft ontzettend bij de ballen gehad om de laagste prijzen te bedienen. Ja, ja. Maar het is niet eenvoudig. Startups, hè, het lijkt makkelijk, maar je moet echt wel, eigenlijk als je dat zou willen, dan zou ik, een vriend van mij, die doet dat wel, die is ontzettend in al die crowdfunding sites, waar kleine bedrijfjes dus geld ophalen, daar zit hij in. En nou, als je maar genoeg diversificeert, ook weer hetzelfde als ik net zei, spreiden. Nou, als je dan in 20 of 30 dan 2000 euro inlegt of zo, dan, dan zijn er altijd een aantal die wel overleven. Ja, ja, en dan kun je, ja. Maar je moet tegen teleurstellingen. Ja. Ja, en je moet heel goed weten wat je doet, waar je in investeert en dergelijke. Ja. En wat je zegt, ja, spreiden. Want als 1 op de 10 zeg maar, het ineens heel erg goed doet, dan heb je waarschijnlijk het verlies van die andere 9 alweer gecompenseerd. Dus ja, er zit ook best wel kans in. Moet je een goede hebben. Je kan ook eentje hebben die je misschien verdubbelt, en terwijl die andere 10 allemaal over de kop gegaan zijn. Dus het is echt niet makkelijk. Ja. Heeft ook een loterij, hoor, een beetje in die startups. Het is niet makkelijk. Nee. Maar daarom zeg je, het is niet zozeer een vluchtheuvel, denk ik. Het is niet zozeer van, daar zet je geld dan echt helemaal veilig. Dit is puur timing en geldt ook voor die 10%. Hoor. 10% van je vermogen is natuurlijk leuk om in crowdfunding te zitten. Maar een vriend van mij zit ook in de crowdfunding van ontroerend goed, geloof ik. Pak je ook dingen op, bijvoorbeeld een winkelier die een nieuwe winkel nodig heeft, dat soort dingen, crowdfunding. Hij pakt toch wel 5% per jaar, geloof ik. Maar hij verspreidt het al ontzettend. En het kost veel tijd om er achteraan te zitten. Ja, ja. En 5% rendement met 15% inflatie, dan word je nog steeds niet echt heel erg enthousiast. Ja, dat is zeker veel werk in ook, hoor. Dus, Ja. En dan met een beetje pech, dan valt er nog in box 1 ook, als je er veel werk in moet steken. Maar goed. Daarover vraag je wel. Maar goed, ik zie ook nog een opmerking van Suzanne. Die zegt, crypto's kan je steken en dus even goed laten renderen. Dus die is het niet met je eens. Nou goed, dat mag, hè. Wat mij betreft, we leven nog steeds gewoon in een soort van vrij land. Hè. Dus je mag nog steeds een soort van eigen mening op nahouden, zolang je dat nog niet communiceert via Twitter, Facebook of LinkedIn. Dan mag dat in ieder geval allemaal, wat mij betreft in ieder geval. Hier is overigens nog een van de laatste vrijstaten waarin we zitten rondbouwen. Dus wij mogen gewoon alles zeggen wat we willen. Robert zegt, Jozef zegt over rondbouwen, einddatum krijg je 100% terug, maar toch niet bij obligatiefondsen. Nee, klopt. Een obligatiefonds is eigenlijk een verzameling van alle obligaties. En een obligatiefonds kan, ja, die hoeft niet per se zeg maar 100%. Dus het gaat meer om het aflossen van de obligatie op de einddatum tegen apari, tegen 100%. Als tenminste de... En die het geld heeft geleend, in ieder geval echt nog steeds is. Want als die niet meer bestaat, dan wordt het ook lastig natuurlijk. Ik zie nog eventjes hier... Aandelen, obligaties hebben natuurlijk twee dingen gemeen. Ze kunnen tussentijds, dus behoorlijk in koers dalen. Hè? Want dit jaar zijn zowel obligaties als aandelen zijn ongeveer 20% gedaald. Heb ik het over obligaties die ongeveer 10 jaar lopen. Alleen... Een aandeel, als die 20% gedaald is, dan weet je nooit zeker of je ooit je geld er terug ziet. En bij een obligatie met een betrouwbare debiteur, die krijg je altijd weer je nominale bedrag terug. Hij kan tussentijds flink gezakt zijn, maar op de einddatum, dan moet iemand met een zak met 1000 euro weer voor je deur staan. En dat is bij aandelen dus dat. Ja, of met 1000 Zimbabweanse dollars. Dat hangt er een beetje vanaf wat de waarde dan nog is op die einddatum natuurlijk gewoon van, want nominaal is het 1000 euro, maar ja, iets voor kunnen kopen, dat moet dan allemaal nog. Ik zit nog niet in de hyperinflatiemodus. Oké. <Okay. laughs> Nee, ik loop misschien niet voor op de, op de ontwikkeling. Ik geloof nog steeds niet dat die crypto's nou een hedge zijn tegen inflatie, hoor. Ik moet het zien, maar goed, dat is mijn, zo denk ik erover. Ja. Nou ja, goed, ik denk, het ook met verspreiding zie ik daar wel gewoon potentie in. Omdat je op die manier toch, bitcoin en dergelijke kan je dus niet ongelimiteerd blijven bijdrukken.
En Ethereum ook. Dat is eigenlijk een beetje natuurlijk gewoon het grote voordeel van dat soort munten is dat het is gelimiteerd, het is schaars. En daardoor als de rest in waarde daalt, de euro of de dollar, als die fors in waarde dalen, dan stijgt de bitcoin. Niet omdat bitcoin dan meer waard wordt, maar puur omdat die gewoon schaars is uitgedrukt in, ik noem het vaak funny money. Dus geld wat ongelimiteerd wordt bijgedrukt. En Hans zegt, er zijn nog andere methodes dan elektrolyse, bijvoorbeeld plasma. Ja, zo diep zit ik niet in de materie. En Rombout, volgens mij ook al een tijdje terug dat jij in de collegebank hebt gezeten aan de TU. Dus misschien ook niet helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van de productie van waterstof. Maar ik geloof ook wel dat het in ieder geval een rol kan gaan spelen. We kunnen zo meteen nog eventjes gaan kijken nog naar een aantal aandelen in die energiesector. En Chris zegt dankjewel, Harm. Graag gedaan, Chris. En Jozef, er zit tegenwoordig zoveel te doen over voeding. Een probleem met landbouw, Oekraïne. Investeren we niet het best in landbouwgrond of soft commodities? Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Ik heb zelf een beetje het idee dat er andere dingen spelen, zeg maar. En dat het niet zozeer is een kwestie dat we... Want landbouwproducten op dit moment, we willen eigenlijk gewoon alle boeren een beetje Nederland uit hebben. En dus ik weet niet of dat nou de beste investering is, of je nou in landbouwgrond gaat investeren of in soft commodities, wanneer de boeren in ieder geval behoorlijk onder vuur liggen met allerlei, laat maar even zeggen, theorieën over CO2 en stikstof en dat soort zaken. En Peter, bedankt, Harm, Rombout. Ik moet er vandoor. Nou, dan stel ik voor, Rombout, dat ik nog eventjes kort de presentatie ook nog eventjes ga delen. Dat gaat ook met name over een stukje inflatie. Ga ik eventjes een nieuw scherm eventjes openen. En even kijken. Zo. Want wat misschien wel interessant is, ik heb een iets andere visie. Dat mag tot op heden niet meer nog steeds rondbouwen. Dus ik zie wat dat betreft wel wat potentie in die crypto. Omdat nu, wat we zien is dat de geldhoeveelheid is vervijfvoudigd. En de centrale banken die hebben ontzettend veel geld bijgedrukt de afgelopen periode. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de M1 geldhoeveelheid in Europa, is tussen 2000 en 2022 vervijfvoudigd. Federal Reserve die maakt er helemaal een potje van. De geldhoeveelheid is vervijfvoudigd tussen 2020 en 2022. Dus de inflatie giet omhoog. Nou, volgens Klaas Knot heeft het te maken met de oorlog. Nou, ik heb tijdens mijn economielessen veel meer begrepen dat als je heel veel geld gaat bijdrukken, dat dan de waarde van dat geld steeds minder wordt. Als je twee keer zoveel geld in omloop brengt, is het nog maar de helft waard. Want er zijn niet meer huizen, er zijn niet meer brood, et cetera. Dus vandaar denk ik dat daar ook wel een belangrijke oorzaak is te vinden. En wellicht ook omdat er heel veel geld wordt gecreëerd door de overheid. Het begrotingstekort van de overheid is chronisch. En structureel meer uitgaven dan er binnenkomt. Ik weet niet of dat bij jou lukt, Rombout, maar bij mij lukt het in ieder geval niet om structureel meer uit te geven dan er binnenkomt. Dan ontstaan er op een gegeven moment toch wel problemen. Ja, wat betreft dat geld, die M1, van wat zei je, de M1, welke geldhoeveelheid had je het over de M1? Ja, M1, ja. Ja, ja, kijk, inflatie ontstaat niet zozeer doordat M1 toeneemt, maar door het geld wat dus in de roulatie is, zeg maar even, wat op de bankrekeningen van de mensen staat. En die M1 is vooral, wat je ziet, is de balans... is de balans totaal van de centrale bank natuurlijk. Omdat ze zoveel obligaties hebben gekocht, hebben ze ook geld bij moeten drukken. Maar het gaat dus, het is ietsje gecompliceerder dan alleen maar deze grafiek. Als de balans weer in evenwicht wordt gebracht, doordat ze dus stoppen met opkoop van obligaties en ze af laten lopen, dan zal die M1 omgekeerd ook weer lager worden. Dus... Het helpt zeker niet mee om de obligatie te drukken, laat ik het zo stellen. Nee, nee. En M1 is in principe natuurlijk gewoon het Giraan en Gartalen geld. En dus, klopt, het is wat complex. Je moet daar kijken naar de verkeersvergelijking van Fischer. Dus MAV is gelijk aan P maal S, als ik me niet vergis. Dus de geldhoeveelheid, ook de volatiliteit, de snelheid waarmee dat geld dus door de economie klotst. Ja, dat maakt natuurlijk ook een belangrijk onderdeel uit. Maar het is inderdaad wat complexer. Maar het geeft wel aan dat we dat weer toch in een bijzondere tijd zitten. Dat er heel veel geld wordt bijgedrukt. En als je ook als overheid nog meer geld uitgeeft dan er binnenkomt.
ligt natuurlijk ook op bepaalde problemen. Dus in die zin hebben we wel ook de situatie, denk ik, een beetje beschreven hoe de perfecte storm is ontstaan. Waardoor er dus nu ook problemen zijn met zijn te weinig mensen in de winkel om de prijzen aan te passen. Dus daardoor zegt de co-op van we kunnen het tempo niet meer bijhouden van de prijsstijgingen. En dat zien we ook vervolgens wereldwijd natuurlijk. 60% in Turkije, 500% in Venezuela. Argentinië weet ook altijd aardig mee te doen met 51%. Kortom, er zijn natuurlijk een hoop landen op dit moment met inflatie en misschien zelfs wel inderdaad gewoon hyperinflatie, zoals bijvoorbeeld in Zimbabwe. Ja, maar Harm, hoe verklaar je dan dat bijvoorbeeld het goud, als we werkelijk in een fase zitten van inflatie, dat mensen zich ongigantisch veel zorgen zouden maken over inflatie, waarom blijft dat goud dan zo stabiel? Want dat zou dan toch gigantisch storen eigenlijk, zou dat gigantisch moeten stijgen dan eigenlijk? Ja, deels. Als er werkelijk in zo'n hoge inflatie is. Ja, deels komt natuurlijk omdat de goudprijs die wordt gemanipuleerd. Hè. Er is ongeveer 100 keer zoveel goud op papier wordt er verhandeld dan dat er fysiek goud is. En daardoor kunnen partijen, en dat is ook wel redelijk uitgebreid gedocumenteerd, zoals JP Morgan, die kunnen die goudprijs natuurlijk op die manier aardig sturen. Dus dat wil niet zeggen dat goud niet meer waard is. Alleen dat betekent dat de papieren goud, hè, dus de COMEX bijvoorbeeld, die heeft ook regelmatig zeg maar soms uitdagingen om dus daadwerkelijk gewoon het fysieke goud, wat zeg maar de futures, die worden natuurlijk genoteerd op die fysieke goudprijs. En die hebben op dat moment natuurlijk gewoon een probleem om daadwerkelijk gewoon het goud en zilver. Dus het fysieke goud en zilver is wel wat anders. De goudprijs die wij zeg maar op ons koersenbord zien. Maar ik verwacht in ieder geval zelf ook wel dat die goudprijs nog wel wat kan gaan oplopen. Gezien het feit dat als jij 100 jaar geleden goud in de grond had gestoken. Je kon met 2 gouden tientjes. Hè, voor het laatst zijn die gouden tientjes geslagen in 1931. En dan kon je toen zeg maar met 2 gouden tientjes kon je 1 maatpak kopen. Nou, op dit moment kun je nu nog steeds met 2 gouden tientjes, als je in de tuin gaat en je pak je schop en je graaft ze op, dan kun je met die 2 gouden tientjes nog steeds 1 maatpak laten maken. Terwijl 2 gouden tientjes, hè, dus 20 gulden, dan praat je over, wat is het, 9 euro. Ja, ik weet niet of jij ervoor, maar ik krijg er in ieder geval geen maatpak meer voor rondbouwd, voor die 9 euro. Dus dat zie je wel dat de koopkracht. Maar wordt die bitcoinprijs dan ook gemanipuleerd? Want sinds die inflatie zo ontzettend hoog is, die jaren, is de bitcoin juist ontzettend omlaag gegaan. Dat is dan toch ook, dan is dat toch ook geen echte inflatie-hedge. Waarom gaat die bitcoin dan niet ontzettend omhoog op dit moment? Terwijl die inflatie zo hoog is. Nou ja, je kunt je afvragen natuurlijk gewoon. Je manipuleert toch die bitcoinprijs in jouw... Jawel. Ik geloof zeker dat in de financiële markten, de meeste mensen die spelen het spel om de knikkers. En ik denk dat de grote partijen, zoals de JP Morgan's, de Morgan Stanley's, de Citibank's en dergelijke, en kijken we ook naar Liebergate, er wordt natuurlijk een hoop gerotzooid in de hele financiële wereld. Dus wat dat betreft heb ik niet de illusie dat het allemaal zo netjes wordt gedaan. Maar los daarvan, nu kun je ook afvragen, natuurlijk een bitcoin die in een hele korte tijd, destijds van de $3,000 naar de $70,000 ging, of daar niet misschien enigszins wat lucht in zat, waardoor die prijs van bitcoin weer eventjes moest corrigeren van 70 naar zeg maar de $20,000. Dat vind ik op zich niet zo gekker gezien die enorme bewegingen. Dus in die zin vind ik het lastig om hem echt als inflatie-hedge of als vluchtheuvel te zien. En ik denk dat de conclusie die jij ook trok van, je moet gewoon spreiden. En in mijn optiek hoort bitcoin, vastgoed, aandelen, horen daar denk ik allemaal gewoon in thuis. En het percentage wat daarin, ook prima als je zegt van, ik wil daar 0% in. Want ik weet dat jij bent geen grote believer van cryptocurrency. Ik denk zelf dat als je gaat kijken naar de economische toegevoegde waarde van blockchain, bijvoorbeeld de smart contract, zie ik daar echt wel een economisch voordeel in. En alles wat zeg maar een economisch voordeel heeft, uiteindelijk heeft natuurlijk gewoon een economische waarde. En dat er nu nog niet helemaal uitkomt, op dit moment, in ieder geval het afgelopen jaar, dat heeft denk ik verschillende oorzaken. Dat kan inderdaad te maken met een fors opgelopen bitcoinprijs, kan te maken hebben met het feit van een manipulatie, geen idee.
boeit mij eerlijk gezegd ook niet zo heel veel wat echt de oorzaak is. Hè. Mij gaat het uiteindelijk gewoon om dat we natuurlijk toch gewoon die trend proberen te volgen. En daar gebruik van te maken. En dat moet zeggen dat, ja, dat heeft mij in ieder geval geen windeieren gelegd om die trend te volgen. Onder andere ook bij de cryptocurrency. Maar ik zie het wel een slimme opmerking van iemand die zegt, ja, heeft het gelijkblijven van goud, heeft dat niet iets te maken omdat de cryptocurrency een gedeelte van die functie van goud heeft overgenomen? Is natuurlijk ja, eigenlijk een soort, hoe heet dat, als substituut, zeg maar even, als digitaal substituut voor goud. Als je dus gek... er is natuurlijk iets bijgekomen, zeg maar even. En daardoor zou dus geld uitgestroomd zijn van goud naar crypto's. Ja, ik weet niet, ik heb er nog nooit in verdiept, maar ja, wellicht is dat nou, zo. Dan is dit het moment om erin te verdiepen, denk ik, Romboud. Want als we gaan kijken nu, even kijken of dat, is dat deze? Is ineens verdwenen. Even kijken, dat was een hele mooie chart. Met all the world's markets. En nu kan ik hem even... Ah, kijk, hier is die. Als we kijken naar de omvang van zilver, dan is het ongeveer één puntje. Cryptocurrency, dan praten we op dit moment over 244 biljoen. Dat was een paar jaar terug, dat is nu ietsje meer. Maar als je dat gaat afzetten, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld hoeveel bankbiljetten er in omloop zijn, of de omvang van de balance sheet van de Federal Reserve, of het vermogen van de biljonairs, of bijvoorbeeld goud. Kijk, goud staat wat dat betreft niet in verhouding tot cryptocurrency. Dus er is niet zoveel van die goudmarkt afgesnoept, wat dan richting bitcoin is gegaan. Die omvang van die goudmarkt is vele malen groter dan bitcoin. Als we nou, even kijken naar de omvang. 10 triljoen, die goud, en hoe was die bitcoin totaal? Die zat, even kijken... op 244 miljard. Dus is nu ietsje meer. Hij zit nu rond 1000 miljard. Ja, is dus zeg maar even 1 veertigste van goud, zeg maar. Dat zijn 1 veertigste van een totale marktkapitalisatie van het goud. Ja, dus dat kan nog niet echt een enorme impact hebben. Ik denk dat, want de stock market is iets groter, de money supply is iets groter, de schulden wereldwijd is iets groter, de vastgoedmarkt is nog weer wat groter, de global wealth, en waar ik uiteindelijk al eventjes naartoe ga, dat zijn de derivatives. Dus het zou kunnen dat die derivatenmarkt, dus die allemaal worden verhandeld in de city in Londen, dan praten we ongeveer over deze omvang. Dus het kan zijn dat die papieren handel zeg maar een iets grotere impact hebben op de goudprijs dan bijvoorbeeld de cryptocurrency, kan ik me zo voorstellen. Dus om een klein beetje alles in perspectief te plaatsen, ik vind het altijd toch wel erg interessant. Wat Warren Buffett noemt, die derivatenmarkt ook altijd gewoon ook de weapons of mass destruction. Je ziet hier ook gewoon de omvang van deze derivatenmarkt. Daarom zeg ik, er wordt 100 keer zoveel goud op papier verhandeld dat het überhaupt goud is. Ja, en daarmee kun je natuurlijk gewoon die prijs ook alle kanten op sturen die je wilt. Dus dat even een klein zijstapje. Dan moet ik eventjes weer mijn oude scherm weer eventjes tevoorschijn toveren. Hier. En we zien ook natuurlijk terug die inflatie bij de energieprijzen. Ik kreeg een brief op 1 juli dat mijn energietarief van de 11 cent naar de 24 cent ging. Dat is meer dan 100% stijging. Nou ja, heeft alles te maken natuurlijk gewoon met de oorlog. Heeft niks te maken met inflatie. Vanzelfsprekend volgens Klaas Knot. Maar ik vind het in ieder geval wel fors. In september zijn de tarieven opgelopen van 11,5 nu naar 71,2 cent per kilowattuur. En dat nog met een tijdelijke verlaging van de btw-tarief. Dus en dus over het scherpste aanbod wat ik kon vinden, die 71 cent. En dan krijg je dus een maand of een jaar tarief van zo'n 6.000 euro alleen maar voor je stroomprijs. Dus daar zit ik ook lekker in Mexico. Hier hoef ik niet zo heel veel de verwarming aan te zetten. Ik zit hier gewoon lekker met de deur open, lekker zonnetje, 28 graden, goed vol te houden.
Dus het is goedkoper om een vliegticket te boeken naar Mexico dan één maand stroom te betalen op dit moment. Dus wat dat betreft wil ik je uitnodigen, Rombout, om hier even een biertje te komen drinken. Dan heb je die wel snel uit. Ik zou morgen op het vliegtuig willen stappen, maar dat ik geen zin heb om 5 uur in de regen te staan op Schiphol. Dus ja, dat zou zeker komen, Harm. Nee, precies. Nou, en we zien ook de koopkracht van de dollar, die loopt nog steeds verder terug. Hè. De koopkracht is minstens van 96% gedaald. Naar Mexico of wel? Heb je dat? Ik had eigenlijk. Nee. Ik had een vrij vroege vlucht. En dat hangt een beetje vanaf in welke terminal je vertrekt. Dus ik had zeg maar de internationale terminal. En daar was eigenlijk niet zo gek veel aan de hand. Dus ik had gewoon een. Over nadenken. Ja, daarom. Dus je bent van harte welkom. Dus laat me even weten wanneer je landt. Dan pik ik je wel even op, Rombout. Goed. Dus de koper van de dollar die is ook behoorlijk uitgehold. Hè, 96% van de prijs af. Dus ook daar is natuurlijk een kwestie, wat je ook al zei, cash is king. Ja, sommigen zeggen ook wel cash is trash. Hè, als je op die manier bankbiljetten in de tuin had begraven, ja, dan wordt het natuurlijk toch wel, toch wel een stukje lastiger natuurlijk. En de inflatie zorgt ervoor dat geld minder waard wordt en dus de prijzen stijgen. Zie je bijvoorbeeld Zimbabwe. Ik wil niet zeggen dat de beurs in Zimbabwe of de economie in Zimbabwe nu heel erg goed doet. Maar het is het aandeel uitgedrukt in funny money. En op het moment dat je ongelimiteerd geld aan het bijdrukken bent, ja, wordt natuurlijk gewoon die aandelenkoers. Dus misschien is dit wel, ook een beetje preken van eigen prochie, maar is de aandelenbeurs toch misschien wel, denk ik, de meest interessante vluchthaven op dit moment, in ieder geval wat mij betreft. En ja. We zien hier ook nog eventjes een plaatje. Ook eventjes de inflatie door de Amsterdam, de huizenmarktindex, de Herengrachtindex. Daar hebben we de meeste koershistorie van, zo'n 400 jaar koershistorie. Nou, de kwaliteit van de huizen op de Herengracht is altijd een beetje constant. Dus hier zie je eigenlijk gecorrigeerd voor inflatie, dat er eigenlijk op dit moment dus toch een behoorlijke luchtbel lijkt te ontstaan. Waarbij de index normaal zo rond de 100 zit, zitten we nu rond de 700. Dus het is geen voorspelling overigens dat de huizenprijs nog gedeeld moet door 7. Maar het geeft toch een klein beetje aan dat er toch misschien nog wel wat turbulentie te verwachten valt. Sinds 1980 zien we eigenlijk die huizenbubbel steeds verder groeien. En reden onder andere natuurlijk gewoon omdat die rente natuurlijk steeds verder daalt. Hè. Mensen lopen natuurlijk gewoon met hun salarisstrook naar de banken zeggen, hoeveel geld mag ik lenen met mijn salaris? Nou, als die rente steeds lager is, kan je dus steeds meer lenen. Dat betekent dat mensen meer gaan bieden. Niet dat huizen meer waard worden, maar dat ze gewoon meer kunnen lenen. Zorgt er ook voor dat er nu de hypotheekschuld oploopt is naar zo'n 775 miljard. De sterkste stijging naar het derde kwartaal van 2007. En wat denk je dat er gebeurt, Rombout, als de hypotheekrente richting de 10-15% zoals in de jaren 80 gaat? Wat denk je dat er dan met de huizenprijs gaat gebeuren? Dat zorgt in ieder geval voor dat je een extra rentelast hebt van 77 miljard, hè, uitgaande van die 775 miljard euro aan hypotheekschuld. Dus ja, dat zal natuurlijk een enorme impact hebben waarschijnlijk op consumentenvertrouwen, de consumentenbestedingen. Kortom, of dat dan de vluchtheuvel is, heb ik ook zo mijn twijfels bij. Dus vandaar, ik maak dus het liefst gewoon gebruik van een stukje software. Het liefst inderdaad puur op basis van ratio, niet op basis van emotie. En met die software kun je dus objectief koop- en verkoopsignalen krijgen, net als bij die kop-op-indicator. En iedereen kan er gewoon met zijn eigen computer en eigen internetverbinding natuurlijk gewoon allemaal natuurlijk doen. En je kan hem ook gebruiken naast even kijken, de software van Rombout, Wall Street Professional, kan je hem ook gebruiken op TradingView. En er zitten iets van 7000 verschillende aandelen en indices in. Dus ik stel voor dat we eventjes kort even nog gaan kijken, mocht daar interesse in bestaan. Of dan even een kort stukje misschien even over crypto. Dat je ook met crypto op dit moment, met bijvoorbeeld de trainingsvergeten, ook prima ritjes kan maken. Hier zie je bijvoorbeeld ook ADA. Ook in enkele maanden 2/3 van de koers kwijt. En dat betekent dus ook dat je op die manier ook met short posities
in die cryptomarkt best wel wat leuke dingen kunt doen. Of kijk eens bijvoorbeeld naar Decred. Dat steeg na het koopsignaal van het trading vergeten zo'n 1326% in een paar maanden tijd. En daarna dus een verkoopsignaal. En ging die van de $180 naar de $52 in een paar maanden. Dus ja, je hoeft echt midden de Efteling rondbouwt. Als je een achtbaanrit wil meemaken, dan kan dat ook al prima tegenwoordig in de cryptomarkt. Je hoeft de deur niet uit in ieder geval. En Decred is wat dat betreft ook nog niet eens een grote uitzondering. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar DGB. Een koopsignaal, 500% in 3 maanden. En daarna een forse daling met weer een forse stijging. Van 6 cent naar 2 cent in enkele maanden per saldo. Dus het enige wat je dus hoeft te doen is dus die trend te volgen. Puur op technische analyse wat mij betreft. En hier nog even een gas in US dollar. Na het koopsignaal 1700% stijging in 3 maanden tijd. Ik weet niet of jij heel veel aandelen kent, Rombout. Die 1700% stijgen in 3 maanden tijd. Maar dat is in ieder geval wel de achtbaan die crypto heet. Dus maar vandaar dat ik daar ook wel zo word. Er zijn nog steeds fans van de penny stocks. Hè? Die gaan ook van 2 cent naar 8 cent. Heb je dan de Nasdaq, heb je er ook nog die pink sheets. Dus tegenwoordig, die heb je ook nog steeds. Hè? Die fans daarvan, dat gaat ook... Maar dat is natuurlijk, dat heeft natuurlijk niet zoveel met beleggen te maken, maar meer, het is natuurlijk toch, met een mooi woord treden, maar je kan het ook gokken noemen, zeg maar even. Overigens ben ik helemaal geen, begrijp me goed, ik ben helemaal geen tegenstander van treden in crypto's, integendeel, prima. Maar je moet dan wel denken, begrijp ik wat ik aan het doen ben? Begrijp ik de risico's van die crypto exchanges, dat er dingen gestolen worden en gehackt worden. En als je begrijpt en je accepteert die risico's, en het is een heel klein gedeelte van je portefeuille, prima. Als je ontzettend leuk om mee bezig te zijn natuurlijk. Maar je moet verdomd goed realiseren, dat geldt voor alles bij beleggen. Als je het niet snapt, dan moet je er niet aan beginnen. Ook al zegt je beste vriend dat het de beste uitvinding sinds gesneden brood is, een bepaalde crypto of zo. Niet doen als je het zelf niet snapt. Ja. Nee, anders betaal je eerst eigenlijk de domheidsbelastingen. Dus wat dat betreft staan er genoeg mensen klaar om het geld van je over te nemen als jij niet weet wat je aan het doen bent. Dus, crypto's schijnen ook, heel veel jongeren, die schijnen heel populair te zijn. Hè? Die crypto's met die appjes op de mobiele telefoon en zo, hè, geloof ik. Die Bitfavo en zo. Maar ja, ik durf te wedden dat ook 98% van die jongeren gewoon verlies maken. En gewoon, net als op je op casino, ook 98% van de mensen die casino's avonds ingaan, die maken ook verlies. Ja. Dus dat geldt waarschijnlijk ook voor die crypto's. Ja. Maar als je weet dat denk ik ook. En je hebt kijk op trading en dan kun je daar geld mee verdienen, dat ongetwijfeld. Maar je moet weten wat je en je moet het verdomd goed begrijpen. Klopt. En ik denk ook, je hebt in ieder geval, denk ik, wat mij betreft, in ieder geval een goede indicator nodig. Hè? We hebben er al een paar besproken naar degene waar ik altijd erg enthousiast voor word. Is de trading navigator. Dus die geven de koop- en verkoopsignaal. Ik zie maar eventjes een vraag van Mark. Die zegt, doet het ook nog steeds op weekbasis? Het kan op weekbasis, maar met crypto, omdat het zo ontzettend hard gaat, kan dat zelfs op dagbasis. Dus je hoeft hier maar 1 keer per dag te kijken. Normaal gesproken op weekbasis 1 keer per week. Dus 1 keer per dag kijken, koop- en verkoopsignalen, die handelen. Zowel long als short, want het is natuurlijk een crypto uitdrukt, hè, zoals gas uitdrukt in US dollar. Dus je kunt ook gewoon zeggen, ik ga dan in plaats van short in gas, ga ik long in US dollar. Het is natuurlijk de ene funny money uitdrukt in de andere funny money. En wat je zegt, Rombout, je kan natuurlijk met traden, kan je natuurlijk gewoon best gebruik maken van die grote bewegingen, van die mooie trends. En het enige wat ik dan in ieder geval voorstel is om gebruik te maken van een indicator die zich in ieder geval heeft bewezen. Dus ik wil eventjes een live demo laten zien voor degene die dat interessant vindt. Dus misschien is het handig om eventjes, als je een aandeel wil zien, typ dan eventjes in de chat. Dan kan ik die eventjes live eventjes demonstreren. Tom zegt, bedankt Rombout en Harm. Goed dat we weer verschillende experts hebben. Elke week weer een nieuwe ding om te leren. Dat is in ieder geval ook het leuke, vind ik. Bij beleggen ben je nooit uitgeleerd. Want Rombout, ben je al klaar met uitleren, met beleggen? Dat je het idee hebt van, nu weet ik zo langzamerhand toch een beetje alles? Nou ja, niet echt. Nee. Maar je leert eigenlijk, elk jaar leer je weer hoe dat je eigenlijk... dat je er eigenlijk niet uit, dat je nooit uitgeleerd bent eigenlijk. Dat is.
Nee, precies. Hoe ouder je wordt eigenlijk, hoe moeilijker het beleggen wordt eigenlijk. Ja. Ja. Zoom. Ben ik er nog? Hè? Oh, even kijken. Mijn microfoon was gemute volgens mij. Ik ben er volgens mij weer. Top, ja. Wat ik aan het vertellen was, is dat SFL hier van een $15 terug is gegaan richting de $5. Dus ging twee derde van de koers af. Gelukkig hoefden wij die niet mee te maken. We hebben een groot deel van die daling bespaard, omdat we dus een verkoopsignaal kregen, uitgestapt zijn. Inmiddels is het sentiment weer wat omgedraaid, zitten in wat gunstige vaarwater. Hier een koopsignaal zo rond de 7 en dan weer uit zeg maar rond de 9. Dus een klein winstje, beter in ieder geval dan het grote verlies wat je hebt opgedaan op basis van buy and hold. Inmiddels ook weer een koopsignaal gekregen, dus nu met een klein plusje op dit moment in SFL. Dus even kijken of... of nog meer... Dan zou ik ook eventjes, misschien ook eventjes laten zien... Shell, ook een van de aandelen die ik in ieder geval ook wel enthousiast over ben op dit moment. Koopsignaal rond de 15, staan we nu rond de 28, zitten we dus bijna op 100% winst. Terwijl de koers is hier van zeg maar rond de 30 teruggezakt naar onder een tientje. En ook hier weer twee derde van de koers af, betekent dat de koers vervolgens weer 200% moet stijgen. Nou, we krijgen hier een koopsignaal. Staat het op dit moment op 100% in de plus. En misschien nog eventjes leuk om nog eventjes te kijken naar zaken zoals, wat komt ook al aan, gaffen, LNG-aandelen bijvoorbeeld. Dan zie je bijvoorbeeld ook Chevron, ook een mooie stijgende trend. Zit op dit moment ook op een mooie winst. We zien Devon Energy, ook een mooie stijgende trend, ook een mooie winst meegepakt. Hier van de... Even kijken, een procentje of 379. Dus je hoeft inderdaad niet naar de cryptomarkten te kijken. Je kan het ook gewoon prima met aandelen dat doen. Dan hebben we, even kijken, bijvoorbeeld ook Enbridge. Nou, heeft ook een mooie rit laten zien. Nu eventjes een omschakeling van een stijgende en dalende trend. Nu weer naar een stijgende trend. EQT had je volgens mij ook... getipt rondbouwt. Ja, klopt. Ja. Olie en gas, pijpleidingen. Ja, klopt. Ja. Ja. En hier zien we ze ook. Hè. Dus een mooie stijgende trend hier bij EQT. En dus weinig aan de hand. Of bijvoorbeeld Schneer. Energy had je het volgens mij ook over, als ik me niet vergis. Ja. Goed te zien dat die ook in jouw trade-indicator, dat die er daar goed uitkomt. Ja. Ja, wat dat betreft moet ik zeggen, ik ben er steeds wel heel erg enthousiast over. Ik keek op basis van momenten, maar dit is natuurlijk ook prima. Ja, ja. En Reconnaissance Energy Afrika, ja, een mooie rit hier gezien, daarna is het eventjes over en op dit moment zitten we er dan eventjes niet in. Shell hebben we net al eventjes naar gekeken, een mooie winst in ieder geval. En we nog Total Energies doen het ook gewoon vrij aan. Dus het is niet een kwestie dat het alleen maar kommer ik wel eens op de beurs.
Ik denk dat dit in ieder geval wat mij betreft nog wel de vluchtheuvel is. We weten, we hebben die energietransitie. We hebben een tekort aan gas. Of tenminste, dat wordt in ieder geval beweerd. En ja, wat dat betreft zijn we denk ik toch... zitten we toch denk ik gewoon in zulke situatie dat er heel veel geld wordt gepompt in die hele energietransitie met onder andere LNG, dus liquefied natural gas. En dus daar zitten best wel wat interessante aandelen in, denk ik, op basis van de trainingvergeter. En even kijken, zie je nog een vraag van Roger. Zegt, wat is de paarse lijn? Is dat een 20 EMA? Nee, dat is een 62-weeks voortschrijdend gewogen gemiddelde. Dus dat is één component zeg maar, van die hele trainingwet. Ik ga hem nu niet uitgebreid gaan toelichten. Maar wat we vooral willen doen is gaan kijken naar de trend op de lange, de korte en de middellange termijn. En dat geeft op dat moment dan hele mooie signalen. En Mart zegt, wat is de verwachting van farming? Nou, ik heb niet al te hoogspannen verwachtingen van dit soort aandelen. Je ziet hier ook Farming Group, NV. Is trouwens in dollars gemeten. Even kijken of we nog farming ook nog even in Nederland hebben. En misschien iets meer historie van. Kijk, hier zie je eigenlijk ook, dit is een beetje, ja, het kijken naar groeiend gras is spannender dan de koers van farming. Hè. Het gaat persoonlijk natuurlijk gewoon nergens heen. Dus ik heb daar niet al te hoogspannen verwachtingen van. Op dit moment zitten we dan wel weer in een stijgende trend, maar ja... Ik heb liever iets waarvan ik denk waar iets meer toekomst in zit, zoals bijvoorbeeld inderdaad olie, gas, LNG, waterstof. Dat soort sectoren, wat jij ook al aangeeft, Rombout, daar zit op dit moment het momentum in. Een van de weinige, of eigenlijk de enige sector waar momentum in zit. En de rest zou ik op dit moment eventjes proberen af te wachten tot er op een gegeven moment weer iets meer... momentum ontstaat. Willy zegt, Harm, je zegt steeds niet in te stappen naar een stijging van 100%. In geval van Shell is dat een re-entry, wat dan? Nou, als ik de keuze heb, dan ben ik inderdaad een stukje voorzichtiger vaak bij bijvoorbeeld bedrijven zoals Shell. Dus na een stijging van 100%, omdat we nu helemaal weten dat na iedere stijging er een daling komt. Rombout, dat was bij jou ook bekend, hè? Dat na iedere stijging er weer een daling komt. Alleen, we weten alleen nooit wanneer. Alleen de kans natuurlijk, als er 100% stijging is geweest, dan is de kans dat er weer een daling volgt, wordt natuurlijk wel steeds groter. Dus daarom ben ik altijd wat voorzichtiger om toch nog in te stappen na een stijging met 100%. Maar goed, als er verder weinig te doen is, weet overigens ook wel vanuit het verleden, dan zagen we ook vaak dat Shell, even kijken, wat dat betreft is Wall Street Professional een stuk gebruiksvriendelijker. Maar we zien hier dat Rutherford Shell vaak in een training range zeg maar zo rond de 30 en de 16. 16, 30, 16, 30, 16, 30. Zo ik zie hier een stijging en daling, een stijging en daling, een stijging en daling. Dus het zou mij niet verbazen, ik ga je voorstellen, maar het zou mij niet verbazen als na deze stijging er ook weer in ieder geval een daling volgt. Dus ik zou in ieder geval voorzichtig zijn om op dit moment na een stijging in te stappen. Je kunt ook gewoon wel zeggen van, nou, misschien was het ook weer een stukje overdrijving. Koers iedere keer rond de 16, rond de 20. Schoot nu door naar de 10, onder de 10 zelfs. En is nu weer eventjes een beetje opgeveerd. Maar het is wel denk ik iets om wel in de gaten te houden als er een forse stijging is geweest. Dan is nog een vraag van Han. Die zegt, is dienstverlening bij van de Randstad voorbij? Nee, er is weinig momentum volgens mij, Rombout, in dienstverlening. Met Randstad. Ik liet daar vooral zien het draaipunt. Hè. Volgens mij bij Randstad is het natuurlijk geen momentum. Maar wel, het was meer een analyse of er een dal was. Dus of het een, als er nou een aankoopmoment is in Randstad, dan zou dat... Ja, voor de lange termijn, hè, maar dit is natuurlijk wat jij doet, is wat kortere baan. Dus naar momentum is natuurlijk een andere strategie, zeg maar even. Maar Randstad heeft wel op lange termijn, zou dit misschien een aardig aankoopmoment kunnen zijn. Voor lange termijn portefeuille. Ja. Nou, en hier zie je ook, want die wind- en zonne-energie zijn natuurlijk, wat mij betreft, toch wel interessant. Alleen, ja...
Je moet wat wel goed kijken naar de trend, dan wel het momentum. Hè. Hier zie je dat je een hele mooie rit had kunnen pakken bij Vestas. Koopsignaal hier weer uit met 686%. Ja, het is net iets meer dan op die spaarrekening natuurlijk je krijgt. Hè. Dus wat dat betreft misschien toch wel interessant. Maar op dit moment zien we eigenlijk ook, trend is op dit moment eventjes gedaald. En ik zal hier even kijken naar Randstad. Randstad NV. Ja, per saldo ben ik niet heel erg over dit soort. Het zijn meer wat cyclische aandelen. Als het goed gaat met de economie, dan is er meer vraag naar uitzendkrachten. Als het wat minder gaat, dan weer wat minder. Dus het zal natuurlijk ook wel een bepaalde beweging laten zien op het moment dat het economisch allemaal wat minder gaat. En ik kan me voorstellen dat het binnenkort ook eventueel wat minder gaat, gezien alles wat er gebeurt in de wereld. Dus ja, ik persoonlijk, maar goed, we mogen nog steeds gewoon een afwijkende mening hebben rondbouwd. Ik vind het steeds even aardig, hoor, dus wat mij betreft maakt het ook allemaal helemaal niet uit. Maar ik zelf zou ik er niet instappen. Ik kijk naar draaipunten op de lange termijn en jij kijkt natuurlijk naar momentum op korte termijn. Het zijn twee andere benaderingen, zeg maar even. Als je een lange termijn portfolio hebt, dan zou dit misschien een draaipunt kunnen zijn in Randstad. Dat is voor de kortere termijn, ja, als je natuurlijk snel winst wil maken in een paar weken, dan is dat natuurlijk, ja, is Randstad nu niet fondsendeur. Nee. Nee, precies. Het is ook wel paradoxaal natuurlijk dat bijvoorbeeld zo'n Vestas het nu niet goed doet en juist de fossiele, al die fossiele fondsen het juist wel goed doen. Dat is natuurlijk wel, terwijl we midden in die energietransitie zitten, zou je dus eigenlijk het omgekeerde verwachten van wat er nu, maar wat je nu ziet op de beurs. Dus ja, daarom vind ik het wel blij dat je met een technische blik kom je altijd toch wat verder dan met een fundamentele blik op dit moment. Als je nou zegt van, we zouden natuurlijk in windmolens moeten investeren, maar dat blijkt dus op de beurs eigenlijk niet zo goed uit te pakken op dit moment. Nee, en we zien natuurlijk wel dat in het verleden natuurlijk die windenergiemarkt natuurlijk wel een enorme stijging heeft laten zien. Alleen, je moet wat mij ook een beetje, want jij bent ook een fanatiek zeiler volgens mij, Rombouten. Dus je moet wat dat betreft wel gaan zeilen als er wind is. En als er geen wind is, dan moet je wat anders gaan doen, hè? Dus dat, je moet zijn waar de beweging is, waar de luchtbeweging is, En dan kunnen we wat dat betreft wel constateren dat die windenergiemarkt de afgelopen jaren het in ieder geval heel goed heeft gedaan. Hè, van zeg maar de $233 naar de, of wat is het, de Deense kronen van 233 naar de 1300. Dus er is een behoorlijke stijging geweest. Maar ja, het kan best zijn dat er eventjes, dat we even in de doldrums, heet het geloof ik, hè? Dat we eventjes in een windstilte zijn beland. En ja, dan is het even afwachten. En even op zoek naar waar waait de wind dan wel. Hè? Er is altijd wel een plek op deze aarde, denk ik, waar de wind waait. Dus, en hier zie je het ook. Hè, dat, windenergie is zeker interessant. Wat jij zegt, hè, fundamentalistische bezien, erg interessant. Maar ja, als wij geen fundamentalisten zijn, we hebben ook geen baard rondbouwd. Hè, dus dat betreft kwalificeren wij niet voor fundamentalisten, denk ik. Kijk ik liever ook naar het technische plaatje. En dan zie je gewoon dat je best mooie ritjes kan maken. Maar dat op dit moment het momentum, het sentiment in deze aandelen in ieder geval niet altijd even positief is. Behalve dan misschien bij dit aandeel, dat NEE, Next Era Energy, die doet in ieder geval nog vrij aardig. De koers ook opgelopen van de 12 naar de 80. Dus ook daar zijn natuurlijk gewoon best wel wat kansen nog te vinden. Maar zorg er wel voor dat je het kaf van het koor in ieder geval scheidt wat mij betreft. Dus ik weet niet of er nog vragen zijn. Mart zegt, heren, dank jullie wel. Was weer interessant. Mooi. Nou, dat is in ieder geval, dan hebben we dat in ieder geval gedaan. Mochten jullie interesse hebben in de Trade Navigator, je kan eventjes contact opnemen. Je kan ook eventjes kijken naar bijvoorbeeld, als je gaat naar beleg.com/yes. Dan kun je in ieder geval ook meer informatie vinden over de Trade Navigator. Kun je eventueel ook kiezen om daar gebruik te maken van van het aanbod. En waarbij je overigens ook een 100% tevredenheidsgarantie krijgt. Dus mocht het op een gegeven moment niet bij je passen, dan even goede vrienden. Dan krijg je gewoon je geld weer terug. Want als je niet tevreden bent,
dan is het gewoon niet handig. Hè? Dus je kijkt naar de software, je krijgt het VIP-lidmaatschap van mijnbeleggen.com met zo'n 104.000 leden. Twee Telegram handleidingen, ik zal niet verder uitgebreid op ingaan, maar in ieder geval een mooi pakket met dus een 30 dagen 100% tevredenheidsgarantie. Dus mocht je dat interessant vinden, dan kan er altijd. Je had volgens mij ook nog een mooi aanbod, Rombout, voor mensen die nog misschien wat meer willen lezen over technologie of over indicatoren. Nou ja, op onze webshop van www.keyword.nl kun je altijd een aantal boeken vinden die je via Bol kan kopen. Dus als je echt geïnteresseerd bent in de technische analyse, het boek van Harry Geels is natuurlijk standaardwerk op basis, Nederlands standaardwerk op basis van technische analyse. Als je echt in de basics van trading wil verdiepen, dan is Trading Kun Je Leren van Michel Arends. Prima boek om te kopen. Ja, ook leuk voor Sinterklaas natuurlijk te vragen. Of voor de kerst. Dus ja. En als je meer ook wil weten over indicatoren en over de statistische technische analyse en systeemontwikkeling, dan zou je ook nog het boek Praktijkgids Indicatoren van ondergetekende. Ja, kun je ook nog aanschaffen als je echt meer wil weten over puur technische indicatoren. Ja. Terwijl het boek van Harry Geels, dat gaat dus ook over de visuele analyse, het lijnen trekken, trendkanalen enzovoort. Zeg je nou, ik wil vooral iets weten over technische analyse en de indicatoren, moving average, DMI, nou, noem maar op, momentum indicatoren, dan is die praktijkgids indicatoren wel een handig boekje. Ja. Hij is ook vertaald in Engels en Duits trouwens. Dus een van de weinige Nederlandse lezersboeken die in Duits en Engels zijn vertaald. Dus ja, internationale bestseller. Maar ik ben nog niet zo rijk als Dan Brown, helaas. Ja, maar goed, kan niet anders zijn. Harry Potter heeft geschreven, hoe heet hij ook alweer? Kom eens op. Huh? Ja, die heeft het aanzienlijk beter gedaan. J.K. Rowling of zo. Juist, ja. Die is multimiljardair geworden. Ja. Ik niet. Nee. Miljardair zelfs. Multimiljardair, wow. Dan ga ik in ieder geval, want ik ben druk bezig met mijn tweede boek. Dus met de titel Baby's Eerste Miljoen. Dus ga kijken. Ja, we geven niet op, Rombout. Jij ook niet. Dus we blijven op boeken schrijven. En hopelijk kunnen we dan misschien ook een volgende Harry Potter kaskraker maken met de boeken die we schrijven. Maar ik heb het dat betreft toch iets we houden maar bij beleggen. Van de verwachtingen van de nieuwe. Ja, daarom. Wat dat betreft moet je gewoon doen wat je goed bent. Ja, precies. Dus, niet van een fictie, maar wij economische mondfunctie. Ja. Nee, daarom. Dus daar kunnen mensen in ieder geval ook terecht om bij de non-fictie afdeling in ieder geval kennis te vergaren op het gebied van beleggen. Dus ik denk voor een paar tientjes, dan word je in ieder geval een hoop ellende bespaard met fouten die je maakte, die je had kunnen voorkomen op het moment dat je over de juiste kennis beschikt. Dus lijkt mij in ieder geval. De beste investering is de investering in jezelf, volgens Warren Buffett. Ja. Dus daar sluit ik me wat dat betreft dan helemaal bij. Dus, Hey, mooi. Ik zie ook Herman die zegt bedankt voor de presentatie. Amy zegt bedankt voor de presentatie. Hans zit er absoluut interessant. Pet zegt dank aan jullie beiden. Het was een leuke sessie. Ook leuk is de uitwisseling van meningen. Hou daar goed in Mexico, Harm. Dankjewel, Patrick. Ga ik zeker doen. Dus jij zit een klein beetje. Ik ben een beetje verbrand, dus ik heb iets te lang in de zon gezeten de afgelopen dagen. Maar ik zit nu weer eventjes wat veilig eventjes hier binnen. Maar ik vermaak me hier in ieder geval uitstekend. Maar is de volgende trainingweek met jou en Harry Klip en is dat nou in Mexico dan? Of? Nee, voorlopig zijn daar nog geen plannen over. En overigens, ik ben op dit moment ook redelijk mobiel, want ik ga over 2 weken naar Costa Rica. Dus ik hou je op de hoogte waar ik zit. Dus mocht je deze kant op willen komen, Rombout, dan informeer ik eventjes. Ik zag het al helemaal gebeuren, de training week in Mexico. Maar mij betreft zeker een optie.
Dus het is hier, wat ik al zei, het is hier goed te doen. Dus, Robert Schutter wil wel, denk ik. Harry Klip wil wel, ik wil ook wel. Dus jij ook. Ja. Je bent er al, dus ja. Nee, Robert is ook al een paar keer hier op bezoek geweest. Dus die weten wij inmiddels ook te vinden hier. Dus ja, nee, dus is leuk. Dus Caroline, bedankt weer. Veel plezier in Mexico. Dankjewel. En Marnix, zegt ook dank aan jullie. Tot de volgende keer. Nou, bedankt in ieder geval. En Rombout, ontzettend bedankt voor deze waardevolle, interessante en leuke presentatie. En dat gaan we doen. En hier ook bedankt voor het kijken, voor alle reacties. En de volgende keer zijn we weer terug met een wat mij betreft weer een waardevolle en interessante en leuke webinar. Dus Erik, zeer bedankt. Graag gedaan, Erik. En tot de volgende keer dan. Bedankt. Dag. Hoi.